Ik mocht iets vertellen over voet- en enkelpathologie. Uiteraard kunnen we op een half uur niet alles uitleggen wat dat wij doen, want we hebben een heel grote verscheidenheid aan ingrepen. Dus een beetje een greep uit de meest courante ingrepen. Ik heb dat eigenlijk in drie groepen opgedeeld. Een stukje over sportletsels, een stukje over statieke afwijkingen in het algemeen en dan een stukje over artrose. Dus voor sportletsels, een heel courante ingreep daarvoor is een artroscopie. En wat wij met een artroscopie kunnen doen, is kraakbeenletsels behandelen en impingementletsels gaan behandelen. Naar een enkel kun je zowel langs anterieur als langs posterieur gaan, uiteraard afhankelijk van waar dat uw letsel zit. En het eerste dat we kunnen behandelen zijn kraakbeenletsels. Dus zoals je hier op de MRI kunt zien, er bovenaan, je hebt daar een zone die helemaal wit is in de talus. Dat is eigenlijk het botoedeem dat ligt onder het kraakbeenletsel. Dus het botoedeem op MRI is eigenlijk veel beter zichtbaar dan het kraakbeenletsel en dat toont eigenlijk dat het kraakbeen daarboven beschadigd is. Als je in die enkel gaat kijken, dat is geen groot gat of geen groot effect dat je ziet. Je ziet eerder zo wat onregelmatigheid, een beetje een putje in dat kraakbeen. Het is wel als je daar met een teaser gaat in voelen, dat je ziet dat er echt losse flappen in zitten. En het probleem is dat zo'n kraakbeenflap zoals dit, dat heeft eigenlijk geen enkele functie meer. Dat gaat zijn functie als schokdemper helemaal niet meer vervullen. Integendeel, door het feit dat dat los ligt, gaat dat een irritatie en een inflammatie in het gewricht uitlokken, zodat die mensen eigenlijk vaak een hele zeurende, diepe enkelpijn hebben. En wat we dan doen, is het losse stuk dat geen functie meer heeft gaan wegnemen met een curetje. En dan proberen we uiteraard om nadien dat effect zo goed mogelijk op te vullen door middel van een icepicking. En de bedoeling van die icepicking is eigenlijk dat je vanuit de diepte, vanuit het bot, inflow hebt van bloed, van herstellingsfactoren, zodat er zich een soort van littekenlaagje gaat vormen in dat effect. Dat littekenlaag is nooit even goed als het kraakbeen dat er daar ooit gezeten heeft, maar het gaat wel vaak voldoende steun geven en voldoende schokdemperfunctie om te zorgen dat de patiënten van hun klachten verlost zijn. Een ander veel voorkomend probleem is een impingement. En daar onderscheiden we eigenlijk beenderig impingement en wekendelen impingement. En dat betekent eigenlijk dat er voor een beenderig impingement een stuk bot letterlijk in de weg zit, waardoor dat gewricht niet kan bewegen zoals het zou moeten. Dus hier zie je eigenlijk anterior op die tibia. Dat is ook echt zo wat rood, geïnflammeerd. Omdat die patiënt elke keer dat hem met zijn voet in dorsiflexie komt, eigenlijk met zijn talusnek hier gaat botsen tegen die tibia. En hoe vaker dat die patiënten bot op bot gaan botsen, hoe groter dat die botaanwassen worden en hoe sneller dat de mensen dus klachten hebben. En dat kunnen we perfect gaan verhelpen door met artroscopie en een bolfreesje het bot weg te gaan nemen. En het grote voordeel dat je hebt, is dat je eigenlijk perfect kunt zien tijdens je artroscopie of dat je impingement inderdaad verholpen is. Je beweegt je enkel, je duwt die volledig in dorsiflexie en dan kun je zien of dat je voldoende weggenomen hebt. Is dat niet zo, dan doet het uiteraard een bijkomende resectie. Het is eigenlijk een beeld van anterior in de enkel. Daar rechtsboven, dat is een posterior beenderig impingement. Van achter je enkel kun je ofwel een heel grote talusstaart hebben, dus een talus die te ver naar achter doorloopt, of echt een losliggend ostrigonum. En als die patiënten dan helemaal in plantarflexie komen, dan gaat dat stukje eigenlijk gekneld komen zitten tussen de tibia en het calcaneus. Dat zie je bijvoorbeeld heel vaak bij voetballers die een slide doen, die proberen de bal op die manier tegen te houden, dat die eigenlijk hier dan pijn krijgen achteraan. Er is ook wekendelen impingement. Anterieur zien we dat heel vaak na mensen die een forse distortie hebben doorgemaakt. Wat je dan vaak ziet, is dat kapsel eigenlijk wat gaat verdikken, dat daar een soort van inflammatie op komt. En dat kan echt een soort van prop vormen die in het gewricht kan ingekneld raken als patiënten gaan bewegen. En dat is eigenlijk heel vlot te verhelpen met een artroscopie. Posterieur, dat is de foto hier, bestaat er ook een wekendelen impingement. En dat is eigenlijk de pees van de flexor hallucis longus, dus de plooipees van de grote teen. Die loopt eigenlijk posteromediaal achter je enkel. En die loopt in een soort van groeven. En vaak zie je dat die pees eigenlijk in die groeven wat gekneld komt te gaan zitten. Dat kan verschillende redenen hebben, maar meestal omdat de spierbuik van die pees wat laag komt, dat die daardoor eigenlijk kan vastkomen zitten in die peesgenen. En dan kun je eigenlijk perfect verhelpen door een stukje van die spierbuik weg te nemen en door een stukje van die tunnel hier onderaan los te knippen. Wat is de nabehandeling van artroscopie? Ja, dat is uiteraard afhankelijk van wat je gedaan hebt. Voor een posterior artroscopie geven we de patiënten eigenlijk altijd sowieso 10 dagen, 2 weken gips met de voet in neutrale stand. Omdat we eigenlijk een littekenreactie uitlokken achteraan in een enkel, omdat we daar gewerkt hebben, omdat we daar schade gemaakt hebben. En het probleem is dat als die littekens daar wat fibrotisch worden, als die wat gaan contraheren, dat eigenlijk de voet spontaan in spits komt te liggen.
En je ziet dus vaak dat als je een posterior arthroscopie niet in neutrale stand houdt, dat die patiënten eigenlijk echt een bewegingsbeperking houden die we soms zelfs niet opgelost krijgen. Dus we zijn er een beetje voorzichtig mee om te voorkomen dat die patiënten posteriore contracturen krijgen, zeker die even in het gips. Dat gips is niet nodig voor een andere arthroscopie. Daar willen we eigenlijk dat die patiënten zo snel mogelijk beginnen mobiliseren. Dus gewoon bewegen met een enkel mag eigenlijk altijd. Steunname is afhankelijk van het type ingreep. Als ze een ice-picking hebben moeten doen, dan mogen de patiënten de eerste 4 weken niet doorsteunen, omdat ze anders dat littekenweefsel, die fibrocartilage die zich aan het vormen is, dat ze dat eigenlijk onmiddellijk terug zouden kapotlopen. Dus dat heeft echt 1 week of 4 nodig om zich goed te gaan vormen. Patiënten waar we enkel een impingement hebben weggenomen, die mogen eigenlijk steunen van zodra de pijn het toelaat, dus meestal na 2, 3 dagen. Dan een stukje over enkel instabiliteit. Wat is dat eigenlijk, enkel instabiliteit? Bij de meeste patiënten is dan insufficiëntie het niet goed functioneren van het ATFL, het anterior-talofibulair ligament. Dat is het ligament hier, dat op de foto eigenlijk al een beetje doorgescheurd is. Bij de mensen waar dat volledig afunctioneel is, zie je eigenlijk dat die heel vaak blijven omklikken, dat die regelmatig de voet terug omslagen. Er zijn ook patiënten die niet echt vaak omslagen, maar wel echt een instabiliteitsgevoel hebben. Die zeggen van ja, ik moet eigenlijk constant naar de grond kijken, want het minste steentje of minste oneffenheid is eigenlijk al voldoende om mij te doen omslagen. En sommige patiënten blijven ook vooral pijn houden op dat anterior-talofibulair ligament, omdat dat eigenlijk niet voldoende stevig meer is om zijn functie te gaan doen en daardoor eigenlijk constant overbelast en geforceerd wordt. Wat dan belangrijk is, is dat we eigenlijk een enkel instabiliteit nooit in de acute setting gaan opereren. We vragen ook zelden of nooit een echo in de acute fase, want of dat dan nu op echo gewoon een scheur is, partieel of volledig of gewoon een sprain, dat maakt eigenlijk naar ons beleid niks uit. Alle distorsies worden conservatief behandeld. Als ze echt heel veel pijn hebben, dus noods 10 dagen gips of een brace. En zodra dat kan, worden die eigenlijk functioneel gerevalideerd met optreden van uw spieren en uw pezen en herstel van uw proprioceptie. Het is pas als dat allemaal blijft falen, dat we richting een stabilisatie zouden gaan. En wat we doen, is een Brustrum Gold stabilisatie met gebruik van een internal brace. Een ingreep is initieel beschreven door Brustrum, en dat is de eerste fase waarbij dat er enkel een herstel werd uitgevoerd, een repair van het ligament. Dus wat dat ingescheurd was, die resten werden terug aan elkaar gehecht. Dat bleek eigenlijk het op korte termijn niet heel goed te doen. Dus er is een soort van augmentatie bijgekomen, dat is de Gold stabilisatie. Die doet hetzelfde, die hecht nog altijd het ATFL op en daar werd dan het retinaculum nog bij overgespannen als extra versteviging. Die patiënten deden het eigenlijk al een heel stuk beter, maar op lange termijn bleken die toch ook terug instabiliteit te gaan ontwikkelen. Dus nu zijn we nog een stap verder, waarbij dat we gaan augmenteren met een internal brace. Dat is dat bandje, dat is een soort van fibertape uit synthetisch materiaal. Die wordt eigenlijk gefixeerd tussen de talusnek en de fibula, op de plaats waar dat uw ATFL normaal gezien zou gaan lopen. Wat dat belangrijk is, is dat die internal brace, dat is geen vervanging van je ligament. Dat is een augmentatie, dat wil zeggen, het ligament wordt hersteld. De bedoeling is dat het ligament zijn functie blijft uitvoeren. En het is pas als de voet echt terug zou gaan omklikken, als die te veel in inversie komt, dat die een internal brace zich gaat opspannen om je ATFL te gaan beschermen. Maar het ATFL zelf blijft zijn functie doen, blijft zijn proprioceptie houden. En internal brace is een beetje de extra bescherming daarbovenop. Dan hebben we nog de typische sportletsels, de Achillespeesproblemen. We hebben eigenlijk twee grote groepen problemen. Je hebt de Achillespees op de pees zelf, die eigenlijk wat meer proximaal komt hier. Dat zijn de patiënten die eigenlijk zelden of nooit op de occasie verschijnen. Dan zijn de patiënten met een insertieprobleem, maar dat er eigenlijk vooral op de aanhechting van de pees op de achterkant van het calcanus een probleem is. En die komen wel regelmatig in het OK terecht, omdat die veel minder goed reageren op conservatief beleid. Dus de Achillespeestendinose zelf, ook daar is de behandeling in eerste instantie absoluut conservatief. Dus die patiënten worden naar de kinesist gestuurd om te gaan stretchen, om die pees te gaan opsterken en vooral om te gaan zorgen dat die pees terug zijn stevigheid heeft om normaal zijn functie te kunnen gaan doen. Chirurgie doen we enkel bij aanslepende en invaliderende klachten. Patiënten die nog een marathon kunnen lopen en achteraf wat stijf zijn in die Achillespees, die zijn uiteraard geen goede kandidaat. Alleen de patiënten die echt last blijven houden, en zeker als ze dan op echo scheurtjes en echt aantasting in de pees zien, die kunnen eventueel nog geholpen worden met chirurgie. Er is een beetje een tusseningreep. Dat is iets wat ik op kleine ingrepen doe. Dat is de minimaal invasieve. Dat is een techniek die ongeveer 70% succesratio heeft. En alleen wanneer dat de pees nog goede kwaliteit is. Dus als er scheurtjes zijn in de pees, als de pees echt heel grote tendinose haar vertoont,
dan heeft dat eigenlijk niet heel veel zin meer. En wat we dan doen, is eigenlijk die peesschede injecteren met 20 cc linisol en bupivacaïne tegenwoordig. Het principe daarvan is dat je eigenlijk die peesschede gaat opblazen, gaat uittrekken zoveel mogelijk, zelfs een beetje doen inscheuren. En dat je op die manier eigenlijk een soort van release van die peesschede zou doen, zonder dat je dat moet openmaken. En dan maak ik kleine gaatjes in die pees, om op die manier eigenlijk de heling terug te doen in gang schieten. Dat is een tussenoplossing die ik wel regelmatig gebruik bij patiënten met een goede echo, omdat die mensen niet in het gips moeten en dus eigenlijk heel snel revalideren. In tegenstelling tot wanneer we echt een uitgebreide peesplastie moeten gaan doen, zoals hier. Je kunt je dat al voorstellen. Die pees is helemaal opengemaakt. We moeten die pees ook helemaal open snijden, want de tendinozenharen zitten echt centraal erin. We moeten alle ontstoken weefsel wegnemen, gaan verwijderen en die pees terug gaan ophechten. Dat is uiteraard een pak invasiever en een pak lastiger voor de patiënt om te gaan revalideren, omdat die sowieso al 6 weken in het gips zit. En het duurt vaak ook echt lang eer dat die mensen terug pijnvrij intensief kunnen gaan belasten ermee. De andere kant van het verhaal zijn de insertieproblemen. Je moet je dat voorstellen. Die Achillespees hecht eigenlijk hier op heel die achterkant van het calcaneus aan. En je ziet hier een groot spoor met zelfs nog een paar losliggende verkalkingen in die pees. Het zijn die verkalkingen die eigenlijk elke keer opnieuw een inflammatie en reactie in die pees gaan uitlokken. En heel vaak zien dat die mensen tijdelijk wel wat beter zijn met kine en met shockwave. Want als die terug gaan belasten, dat die ontsteking eigenlijk heel snel terug op begint te treden. En wat we dan doen, is die verkalkingen gaan weghalen. Maar het probleem is dat die echt onder de Achillespees zitten. Dus je moet je Achillespees dan splitsen en voor een stuk hier gaan losmaken van het bot, echt gaan openklappen. Zodat je achteraan aan dat bot die verkalking kunt wegnemen. Uiteraard gaan we tegelijkertijd ook die pees dan proper maken, zodat die terug uit gezond peesweefsel bestaat. En dan moet de pees terug vastgezet worden aan een hiel. Dat is een techniek die heet de speed bridge. We hebben dus eigenlijk twee botankers bovenaan, proximaal in het calcaneus, die gebracht. En er zitten van die fibertapes op. En die worden dan eigenlijk gekruist naar twee distale ankers gebracht. En op die manier wordt eigenlijk die Achillespees echt terug heel vast achteraan op die hiel geplaatst. Ook deze patiënten hebben een lange revalidatie voor de boeg met 6 weken gips en nadien langdurig kiné om de Achillespees terug te gaan optrainen. Dan statieke afwijkingen. Ik heb daar een aantal heel gevarieerde ingrepen bij elkaar gezet, omdat eigenlijk de basisprincipes wel hetzelfde zijn. Het probleem is dat als de as of de stand van de voet of een stuk van je voet veranderd is, dat je eigenlijk je gewrichten op een abnormale manier gaat belasten en dat je dus ook een overbelasting krijgt van spieren en pezen die proberen die standafwijking terug te gaan corrigeren. En de behandeling is eigenlijk in de voet en enkel altijd een combinatie van osteotomie of osteotomieën en wekendelenprocedures. De klassieker is de hallux valgus. Dat is iets wat ik al eerder op een bijscholing gegeven heb. Dus het is niet dat mensen een knobbel groeien aan de zijkant van hun voet. Het probleem zit eigenlijk op het niveau van dat eerste middenvoetsbeentje, dat die eigenlijk echt naar buiten begint te waaieren. Dus een hoek tussen je eerste en je tweede metatarsaal, die wordt te groot. En daardoor wordt eigenlijk secundair je grote teen in valgus getrokken. Dus deze hoek zou normaal onder de 9 graden moeten zijn. En deze hoek zou onder de 15 graden moeten zijn. Dan heb je een normale situatie. En het probleem is dat vanaf dat patiënten over die grenswaarde gaan, dat het een proces is dat zichzelf eigenlijk blijft versterken. Zodra die nalux te veel in valgus staat, dan gaan zowel de extensor als de flexor als de adductor pees eigenlijk bij samentrekken de afwijking nog gaan verergeren. Gaan die eigenlijk die voet, die teen nog meer in valgus trekken. Dus wat je ziet is dat zodra het in nalux valgus zich heeft ingesteld, dat het eigenlijk traag progressief toch verder achteruit blijft gaan. Welke technieken gebruiken we? Zoals gezegd, een combinatie van wekendelen en osteotomieën. Wat dat we doen, is de structuren die hier mediaal volledig uitgerokken zijn, die gaan we terug gaan opspannen. De structuren die hier lateraal volledig gecontraheerd zijn, gaan we gaan losmaken. En heel af en toe gebruiken we ook een tightrope erbij, om eigenlijk de hoek tussen metatarsaal 1 en 2 te verminderen. Qua osteotomieën hebben we chevron, scarf en de man-osteotomie. Daar staat overal eken bij, omdat we eigenlijk bij quasi alle osteotomieën bijkomend zo'n osteotomie moeten doen in het teenkootje. Dat is eigenlijk een beetje de final touch. Zorg dat die teen mooi recht staat. Zorg dat we de rotatie daaruit kunnen corrigeren. Maar de belangrijkste osteotomie, de basis van de correctie, die zit op de metatarsaal. En dat is die chevron scarf of de man-osteotomie. Bij een weinig uitgesproken hallux valgus gaan we voor een chevron osteotomie. Dat is een soort van veetje dat we dan maken, waardoor je dat kopje eigenlijk terug naar lateraal kunt gaan schuiven. En dat wordt gefixeerd met één schroefje. Dat is eigenlijk alleen maar mogelijk voor de nog niet zo uitgesproken hallux valgussen,
omdat je hier natuurlijk maar ongeveer de helft van de breedte van je metatarsaal kunt opschuiven. Als je meer dan de helft zou gaan, dan heb je de kans dat dat kopje gaat van de metatarsaal afzakken. Dus je kunt daar geen extreme correcties mee doen. Als we iets meer uitsproken hallux valgus hebben, dan kunnen we een scarvostotomie doen. Dat is een osteotomie die komt al wat meer proximaal over je metatarsaal. Dat is een soort van zetje. En het feit dat die langer komt, kunnen daarin zowel verschuiven als roteren, waardoor dat je eigenlijk meer correctie kunt doen. Die is natuurlijk wel wat minder stabiel, dus daar zitten twee schroefjes in om dat te gaan corrigeren. En dan bij de extreme gevallen moeten we zo proximaal mogelijk gaan op de metatarsaal. Hoe verder weg van je gewricht dat je gaat, hoe groter dat je hefboom uiteraard is om te gaan corrigeren. En zo'n domostotomie, dat is eigenlijk een soort van cirkelvorming, waardoor dat je eigenlijk die metatarsaal echt kunt schuiven, kunt roteren over die osteotomie. Hier gebruiken we soms een mini-tightrope, dat is eigenlijk een soort van spanbandje, moet je dat voorstellen, dat je tussen je eerste en je tweede metatarsaal hier aanspant, zodat je eigenlijk de hoek tussen die twee verkleint, dat je die twee metatarsalen letterlijk bij elkaar gaat houden, om op die manier je osteotomie wat te beschermen. Een ander voorbeeld van statieke afwijking is de platvoet. Dat is iets wat ook relatief vaak geopereerd moet worden. Dus je voet, je ziet dat je asymmetrisch belast wordt. En je ziet eigenlijk vooral dat aan de binnenkant, de mediale zijde, dat daar de spieren en de pezen overbelast gaan zijn. Wat is de oorzaak van een platvoet? Waarschijnlijk multifactorieel. De tibialis posterior pees kan voor een stuk falen. Het mediale kapsel en de ligamenten kunnen falen. Maar waarschijnlijk is de belangrijkste structuur het springligament. Dat is hier nummer 2 op de foto. Dat loopt eigenlijk van uw calcaneus naar uw navicularie en uw talluskop ligt eigenlijk als op een soort van hangmat op dat springligament. Als dat ligament scheurt, dan kan die kop van die talus echt naar plantair doorzakken en dan gaat de voet helemaal scheef getrokken worden. De meeste patiënten met een platvoet die komen eigenlijk met een tendinose van de tibialis posterior. Dat is de pees die eigenlijk hier aan de binnenenkel loopt. En die pees moet dus eigenlijk heel hard overwerken om te proberen die voet gecorrigeerd te houden. De meeste mensen hebben een inflammatie, maar we zien ook regelmatig dat patiënten zo lang met die ontstoken pees hebben rondgelopen dat die pees zelfs volledig gerepareerd is. Sommige patiënten klagen ook pijn meer aan de buitenkant, omdat ze daar eigenlijk een soort van impingement doen, dat die achtervoet daar echt letterlijk bij elkaar getrokken wordt. Sommige patiënten hebben gewoon het gevoel van niet meer stabiel te zijn, niet meer stevig op hun voeten staan, omdat ze zo doorgezakt zijn. Ook hier weer een combinatie van osteotomie en wekendelenprocedures. Er zijn een hele massa osteotomies die je kunt doen. We gebruiken hier eigenlijk meestal een medialiserende calcaneusostomie, dus ik ga het daarbij houden voor vanavond. En daarnaast kunnen we een aantal procedures doen, vooral mediaal dan. Als je pees nog goed is, dan kunnen we het kapsel gaan opspannen en proberen dat springligament terug zo goed mogelijk op te hechten. We kunnen dat niet echt volledig aan elkaar hechten, want dat is echt degeneratief, dat is van slechte kwaliteit. Het is niet dat je dat gewoon met een steek terug kunt gaan herstellen. Als de tibialis posterior pees nog intact is, maar alleen inflammatie vertoont, dan kun je beperken tot een debridement. Is die pees er niet meer, dan moet je een FDL-transfer gaan doen om die functie te gaan herstellen. Dat is een beetje meer visueel. Dat is een normale as waarbij je ziet dat je hiel net iets lateraal van je middenlijn ligt. Dat is de normale situatie. Bij een platvoet is het hielbeen, je steunvlak, eigenlijk volledig lateraal naast die middenlijn terechtgekomen. En wat we dan doen, is echt het hielbeen doorzagen. En de tuber hier achteraan, waar dat ook de Achillespees op aanhecht, echt naar mediaal gaan opschuiven. En zo gaat hij eigenlijk het steunvlak terug onder je onderbeen brengen, zoals dat eigenlijk anatomisch bedoeld was. Dat kan dan gefixeerd worden met een schroef of met een plaatje. Dat is kwestie van goesting en gewoonte. Dat maakt op zich eigenlijk niet uit als je osteotomie maar stabiel is. Dat is een beeld van tibialis posterior pees. Die is niet volledig doorgescheurd, maar je ziet dat die verschillende scheurtjes vertoont, dat die zeker niet echt gezond meer voorkomt. En wat we dan eigenlijk doen, is de flexor digitorum longus, dat is de plooipees van de tenen, die loopt daar eigenlijk anatomisch gezien vlak achter. We gaan die dan zo ver mogelijk doornemen, zodat we die pees eigenlijk kunnen door het navicularie trekken in een soort van bottunnel. En op die manier gaan we die eigenlijk echt brengen naar de aanhechtingsplaats van de tibialis posterior pees. Die pees wordt door een bottunnel doorgetrokken en daar wordt een biotenodese schroef in geplaatst. Je moet je dat voorstellen, die schroef is eigenlijk even dik als die tunnel. Die pees zit daar ook al bij in. En door die schroef erin te duwen, gaat die pees eigenlijk echt tegen die tunnel aanduwen, tegen die tunnelwand, zodat die daar kan gaan ingroeien. En de bedoeling is dan dat de FDL-pees de functie van de tibialis posterior pees mee gaat overnemen. Je moet dat altijd combineren met een calcaneusostomie, want de FDL die is een pak minder sterk als een tibialis posterior. Als je alleen maar een transfer zou doen zonder calcaneusostomie,
dan hebben de mensen binnen de 6 maanden een inflammatie van uw getransfereerde pees. Dus het heeft geen enkele zin als je de stand niet corrigeert. Dan voor de volledigheid even iets over een whole food. Dat is veel zeldzamer dan een plat food. En die patiënten gaan in tegenstelling tot een plat food niet klagen over pijn mediaal, maar klagen over pijn lateraal. Want hier zijn het peroneespezen die eigenlijk de overuren moeten doen. Er zijn mensen met gewoon een aangeboren whole food, maar er bestaan ook mensen heel vaak met onderliggend neurologisch lijden. Een whole food kan ook progressief zijn na bijvoorbeeld een CVA of een andere neurologische aandoening. En vaak is er ook extra correctie nodig dan alleen calcaneus. Patiënten hebben ook heel vaak hamertenen. En heel vaak is er ook iets nodig om die een hoge wreef een stukje afgeplat te krijgen. Dus eigenlijk is een whole food technisch wel lastiger dan een plat food. Ook hier combinatie van osteotomie en weken delen. Calcaneostomie, dat is eigenlijk standaard. En heel vaak dus ook een metatarsaal osteotomie, om die eigenlijk wat naar boven te klappen, om op die manier die een hoge brug een beetje te laten zakken. Je kunt een debridement van je pezen doen als die nog volledig intact zijn, of je kunt opnieuw weer mee een transfer gaan werken. Dat is het beeld van een whole food. We gaan bij een whole food ook langs de laterale kant van het calcaneus. Dat is gewoon de gemakkelijkst bereikbare kant. Maar in plaats van dat we het hielbeen naar mediaal gaan schuiven bij een platvoet, gaan we er eigenlijk een wichtje uithalen. Dat is een closing wedge ostomie. Je haalt het wichtje eruit en je klapt een hiel eigenlijk toe, waardoor dat je de hiel terug meer onder het onderbeen gaat brengen. Dat zijn je peroneespezen. De peroneesbreef is degene die hier op je metatarsaal 5 aanhecht. Dat is eigenlijk de belangrijkste stabiliserende pees. Dat zorgt ervoor dat als je voet dreigt om te klikken, dat de voet terug rechtgezet wordt, dat de voet meer in inversie wordt gebracht. De peroneus longus die loopt eigenlijk onder de voetzool naar de basis van metatarsaal 1. En die gaat eigenlijk een stukje mee die een hoge boog veroorzaken. Dus bij mensen met een whole voet is de peroneus longus pees geen hele nuttige pees. En wat we dus vaak doen, is de peroneus pees longus doornemen en die op de brevis gaan ophechten. Zodat de spieren van de longus en de brevis eigenlijk samen die eversiekracht kunnen gaan brengen, dat je dus meer stabilisatie gaat geven en op die manier het probleem van de patiënt gaat oplossen. Hier is nog een beeldje van die metatarsaal 1 osteotomie. Hetzelfde principe. Closing wedge gaat daar een wiskje uit. Dan gaat die eerste metatarsaal naar boven komen en wordt die een hoge voetbrug dus wat verlaagd. Dan het laatste stukje. Het stukje artrose. Bij artrose denkt je waarschijnlijk automatisch aan een prothese. Dat is mogelijk in het enkel gewricht bij bepaalde indicaties. Maar eigenlijk alle andere gewrichten in de voet, daar kunnen we bij artrose enkel maar een artrodese doen. Er zijn ook patiënten met enkel artrose die niet in aanmerking komen voor een prothese. En ook hier komen we dan eigenlijk bij de artrodese terecht. De enkelprotheses doen het tegenwoordig goed. Er zijn ondertussen ook revisiemogelijkheden. Dus het is niet meer zo dat de patiënten maar één prothese kunnen krijgen. Ze kunnen ook nog een vervanging krijgen als die faalt. Maar we zijn toch nog iets voorzichtiger als bij de heupen en de knieën. Dus bij echt jonge mensen is een prothese niet de beste optie, omdat we uiteraard een oplossing willen waar de mensen liefst heel hun leven mee door kunnen. Eigenlijk wordt de grens op maximaal, ze moeten minimaal 50 jaar oud zijn, maar zelfs dat vind ik eigenlijk nog relatief jong. Daarnaast moeten de mensen voldoende botkwaliteit hebben. Iemand die bijvoorbeeld een heel uitgebreide avasculaire necrose heeft na een talusfractuur, daar is een prothese minder ideaal, omdat die component dan kan gaan inzakken. En ze moeten min of meer goede as en stabiliteit hebben. Je kunt bij het plaatsen van je prothese wel een klein beetje ascorrectie doen en een klein beetje stabiliseren. Maar patiënten die echt een heel uitgesproken varus of valgus hebben, die gaan hun prothese eigenlijk veel sneller doen falen dan patiënten met een nog goed alignement. Dus er zijn nog wel een aantal voorwaarden aan. Als dat dus niet lukt, en alle andere voetgewrichten, dan is er artrodese chirurgie nodig. Wat dat belangrijk is bij een artrodese, is dat het bot waar dat de heling uitkomt, waar dat we eigenlijk de groeifactoren, de bloedvoorziening uit krijgen, dat is hier het spongieuze bot. Dat is eigenlijk het gezonde bot. Over dat spongieuze bot ligt het subchondrale bot. Dat is eigenlijk het laagje dat vlak onder het kraakbeen ligt. En dat subchondrale bot, dat is echt superhard. Dat is weinig doorlaatbaar. Als je alleen maar de kraakbeenresten zou wegnemen en die twee stukken subchondrale bot op elkaar zou gaan vastzetten, dan heb je eigenlijk heel weinig kans dat dat gaat weg aan elkaar groeien. Dus wat we doen, is de kraakbeenresten wegnemen. Vaak ook een stuk van het subchondrale bot wegnemen. En dan opnieuw een soort van icepicking doen, waarbij dat we heel veel gaatjes maken in het bot, zodat het helingspotentieel van dat spongieus bot daaronder, dat we dat eigenlijk optimaal kunnen gaan gebruiken. We gaan dan het gewricht in de juiste positie plaatsen en tijdelijk fixeren met kirchnerpinnen. Dan kunnen we even op scopie kijken of dat alles goed staat. Want het is wel belangrijk, als je een artrodese doet, dat dat gewricht uiteraard in de juiste positie staat. En een enkel wil de echte 90 graden hebben,
Een MTP1 bijvoorbeeld moet een klein beetje dorsiflexie hebben dat de patiënt nog kan afwikkelen. Dat is iets waar je echt even genoeg aandacht voor moet nemen, want dat maakt eigenlijk heel veel uit voor de functie van de patiënt. En als we dan content zijn met de positie, dan gaan we dat fixeren met een plaat en schroef of met schroeven alleen, een beetje afhankelijk van welk gewricht dat we doen. Ik heb er nog een aantal voorbeeldjes daarvan. Dat is een subtalair gewricht met een artrose, waarbij de schroef over het subtalair gewricht zijn geplaatst en dat talonaviculair en calcaneocubidaal mobiel worden gelaten. Deze patiënt heeft een geïsoleerde talonaviculaire artrose, dus enkel talonaviculair gefixeerd. En dit is een triplartrodese, dat wil zeggen een combinatie van subtalair, talonaviculair en calcaneocubidaal gewricht. Uiteraard, hoe meer gewrichten dat je vastzet, hoe minder mobiliteit dat je overhoudt. Dat is uiteraard de evidentie. Ook in de midvoet kun je een artrodese doen. Wat wij heel vaak doen, is een artrodese van TMT 2 en 3. Dat zijn eigenlijk de gewrichten die sowieso weinig of niet bewegen. Dat wil zeggen, als je die vastzet, daar hebben patiënten, eerst dat dat geheeld is, functioneel weinig klachten van. TMT 1 kan ook een artrodese uitgevoerd worden. Dat kan bijvoorbeeld zelfs ook gebeuren voor een hallux valgus, om op die manier die eerste metastatus te gaan corrigeren. Wat dat we eigenlijk nooit of bijna nooit doen, is TMT 4 en 5, dus de overgang van de vierde en de vijfde metastaal naar de voet, omdat dat gewrichten zijn die wel belangrijk zijn aan mobiliteit, om ook weer je voet te laten aanpassen aan een effe terrein. En daar proberen we artrodese chirurgie absoluut te vermijden. En dan MTP 1, dat is nog een klein beetje een specialeke. Daar hebben we nog een tussenoptie, namelijk een geilectomie. Wat dat je bij een MTP 1 kunt zien, is dat patiënten vaak relatief grote osteofieten, botaanwassen maken, dorsal op het gewricht. Door die osteofieten gaat eigenlijk de dorsiflexie, het normaal afwikkelen van die teen, heel pijnlijk worden, omdat dat teenkootje letterlijk op die osteofieten botst. En als je dan op je foto ziet dat de gewrichtspleet eigenlijk nog redelijk bewaakt is, dus dat patiënten voldoende kraakbeen hebben, en dat het vooral pijn is bovenop door die osteofieten, dan kunnen we dus een geilectomie doen. Dat wil zeggen, wegnemen van die osteofieten en het dorsaal stukje van het gewricht, om op die manier die mobiliteit terug te gaan verbeteren. Die mensen zijn daarmee niet levenslang van hun probleem verlost, want uiteraard is de onderliggende slijtage nog altijd aanwezig. Maar heel vaak zijn die toch 10, 15 jaar gedeplaneerd. En als dan uiteindelijk de artrose te erg wordt, kunnen alsnog een artrodese doen. Maar een geilectomie is veel minder ingrijpend, revalideert veel sneller. En je kunt de mobiliteit nog een aantal jaren bewaren, daarom dat dat toch wel zijn plaats heeft als er nog iets of wat kraakbeen bewaard is. Bij een artrodese kun je zowel gaan fixeren met twee schroeven als met plaat en schroeven. Ook hier hangt eigenlijk vooral af van de botkwaliteit van de patiënt. Dus mensen met echt osteoporoos bot of mensen met bijvoorbeeld onderliggend traumatisch lijden of zeker bij revisie-ingrepen, daar gaan we naar de plaat gaan. Een jongere man met stevig bot, daar kunnen we perfect fixeren met twee gekruiste schroeven. Ik denk dat het ondertussen een half uurtje is. Dus ik denk dat het stilaan tijd is om Peter het woord te geven. Tenzij er nog dringende vragen in de chat komen.